We staan hier op Fort Giessen, waar zojuist de officiële opening heeft plaatsgevonden na afloop van een ingrijpende renovatie. We spreken daarover met Bart, de beheerder van Fort Giessen, als ik me goed heb laten informeren. Bart, wat heeft de renovatie jullie gebracht? Nou, heel veel hoop ik. Dan moet het nog gaan brengen. Heel de gebouwen zijn allemaal gerestaureerd aan de buitenkant. En de grondwallen zijn hersteld en de gracht is gebaggerd. En nu is de bedoeling dat de mensen er ook van komen genieten en dat er heel veel kinderen komen. Dat is vooral het grote doel. En dat we hier kunnen gaan vertellen wat voor geschiedenis we hebben in het land van Heusden en Altena en wat voor natuur we hier hebben. En dat willen we aan de mensen en vooral de kinderen gaan vertellen hier. Nou, oké, daar is vandaag ook de open dag voor georganiseerd. Wat kunnen de bezoekers vandaag zoal gaan beleven hier? Nou, we proberen eigenlijk vooral het educatieprogramma wat we aan de kinderen willen aanbieden door het jaar heen ook aan de mensen aan te bieden vandaag. Eigenlijk de ouders van de kinderen of de grootouders. En kom vooral kijken, want ja, u gaat het rondje lopen dat de kinderen ook gaan lopen. En dan krijgt u de informatie mee over de natuur, maar ook over de cultuurhistorie. En een schitterend kanon kunnen we bekijken. Het is inderdaad een reusachtig kanon. Een kanon uit 1880. Een van de weinige nog in ons land. Misschien zijn er twee. Het kanon is afkomstig uit het Nationaal Museum in Soesterberg. En ze hebben dat ons beschikbaar gesteld. Zij het in bruikleen. Maar dat betekent dus dat wij er goed voor moeten zorgen. Dat betekent ook dat hij weer in de remise, waar hij vandaan gekomen is, dus zojuist weer terug moet. En dat hij bij gelegenheden, als mensen hier komen, bij allerlei leerlingen of speciale dagen, dat hij naar buiten gereden wordt. Het is niet de bedoeling dat hij heel de dag hier staat. Het is inderdaad uniek. Origineel had het een prachtige bronzen loop. Maar ja, die is natuurlijk in de loop van de jaren verdwenen. En nu staat er een replica op, maar die lijkt net echt. En de rest is totaal authentiek. Je ziet nog de beschadigingen uit de Tweede Wereldoorlog. Want hij heeft een tijdje in de buurt van Arnhem gestaan. En toen is hij dus beschoten door de toenmalige oorlogshandelingen in 1944. En daar zie je nog allerlei voorbeelden van. Maar je moet op de trekker staan, dan kun je dus de loop gewoon lichten. En dat hoort bij een kanon natuurlijk. Ja, gaat het nou niet doen, maar het is te doen. Hij is helemaal intact en nog helemaal dus te gebruiken. De renovatie van het fort heeft veel om handen gehad. Hoe lang heeft dat project in beslag genomen? Nou, de echte uitvoering 2 jaar. Maar goed, daar gaat natuurlijk een paar jaar vooraf om geld bij elkaar te schrapen, om plannen te maken. Maar echt de uitvoering, we zijn hier 2 jaar bezig geweest. In hoeverre heeft de provincie daar een bijdrage aan geleverd? Een hele grote bijdrage. De provincie heeft hier een heel grote som geld meegenomen om te zorgen dat we dit hebben mogelijk kunnen maken. Dus zonder provincie was dit niet gebeurd. Ik onderschrijf ook wat de commissaris van de Koning heeft gezegd. Dit heeft een enorm belang voor de regio. De Nieuwlandse Waterlinie is in Brabant heeft 4 forten. En daar hebben wij er 3 van in eigendom en beheer. En Fort Giessen is daar de zuidelijkste van. En dat moeten wij vertellen. Dat moeten wij in Brabant vertellen. Moeten we in het land van Altena vertellen. En dan moet duidelijk worden dat dit heel bijzonder is. En dit wordt straks ook UNESCO Werelderfgoed. Hè? Dus het is wel echt iets unieks in Nederland, in de wereld. En dat hebben wij hier in het land van Altena. Dat is echt wel heel, heel bijzonder. Het meest unieke punt, dat is er bovenop. Want dan kijk je uit over Brabant, over het land van Altena. Dan moet je bovenop gaan staan en rond gaan kijken. Dat is echt, echt uniek. En dat is ook als je in het rondje gaat volgen, dan kan je dat allemaal meemaken en zien. Zou je ons mee kunnen nemen naar dat punt wat je net omschrijft? Ja, dan gaan we bovenop staan. En dan kijk je eigenlijk, dan moet je je voorstellen dat je dan op een punt staat waar vroeger de kanonnen stonden. En de vijand die kwam uit het zuiden, dus die kwam uit Brabant. En wij proberen Holland hier te verdedigen. En dat zie je, dat is een vrij schootsveld. Dus je kijkt hier uit over de landen, over de graslanden van het land van Altena. En daar kan je gewoon echt lang naar kijken om te zien hoe open en wijd het hier nog is.